Wouter, van harte gefeliciteerd. Op een grootste manier heb je de overwinning behaald. Kun je je wedstrijd voorlopig beschrijven? Mijn trainer had gezegd niet te hard. Gewoon meegaan met de groep. Nou, dat heb ik netjes gedaan. En ik ben van mezelf een wat agressieve loper. En ik ging gewoon steeds mee. En na verloop van tijd, toen ging het tempo steeds verder naar beneden. En ik had al een paar keer achterom gekeken. En ik zag dat hun dichterbij kwamen. Dus ik denk, nou moet er gewoon actie komen voordat het straks gewoon een sprint wordt. En dat heb ik nou voorkomen. En gewoon mijn eigen race gelopen de laatste twee hele rondes. En dan gewoon gaan. Ja, dat was gewoon wel goed. Je winterseizoen zit er nu op. Je hebt een erg sterk einde aan het winterseizoen gegeven. Ja. Ja, ik heb ook met crossjes bij ons in de regio. Het ging bij de senioren mee, dat was 10,5. Omdat ik wist dat ik nou 8 kilometer zou moeten. En normaal junioren over maar 6 kilometer. Ja, dan moet je het hier afleggen op de laatste 2 kilometer. En omdat ik nou dan 2 kilometer meer had gelopen steeds. 2-3 crossjes gedaan bij de senioren. Ja, dan heb je toch nog wel die inhoud, zeg maar. Dan weet je gewoon wat je te wachten staat. Omdat je nou dan 8 kilometer moet in plaats van 6. Dus ja, zo ben ik daar zo naartoe gaan trainen. En dan heb ik mijn winterseizoen heel positief afgesloten. Mijn eerste plaats op het NK. Dus ik ben heel tevreden. De zomer komt er dan weer aan. Wat zijn je doelen daarin? NK baan op podium. Podiumplaats halen. En dan op de 1500 meter. Dat is voor de rest eerst lekker even rusten. En daarna naar mijn gaan trainen naar het baanseizoen. En dan op de baan gaan knallen. Dat is wat ik wil gaan doen. Okay. Succes. Dank.